Hoi piepeloi! Hallo leuke goochelvrienden en toffe goochelvriendinnetjes. Vandaag gaan we weer een goocheltrucje doen. Vandaag gaan we een goocheltrucje doen met onze blauwe bicycle kaarten. Geweldige kaarten om mee te werken als goochelaar, al zeg ik het zelf. We gaan dus onze blauwe kaarten nemen. En het is altijd de bedoeling bij een goocheltrucje dat een toeschouwer een kaart selecteert. We hebben hier vandaag natuurlijk geen toeschouwer, dus ik zal het even voordoen met een denkbeeldige toeschouwer. Dus de kaarten worden afgepeld, zoals ze zeggen. En de toeschouwer mag dan op gelijk welk moment stop zeggen. Dus we gaan door het kaartspel tot de toeschouwer zegt stop. Maar waar gaat de toeschouwer stoppen? Ik zal even niet kijken, zodat jullie zeker zijn dat er niet wordt vals gespeeld misschien. En stop! Aha, we zijn nu gestopt op Schoppenboer. De rest van de kaarten gaan er gewoon bovenop. En nu komt het leuke van de hele truc, dames en heren. Want we zijn natuurlijk gestart met een blauw bicycle spel. Maar als ik in mijn vingers knip, dan zijn alle blauwe kaarten veranderd naar rode kaarten. Zoals je kan zien, geen enkele blauwe kaart meer in ons kaartspel. Alle kaarten zijn gewoon veranderd van blauw naar rood. Oh, behalve één kaart. Er is nog één kaart die niet veranderd is van blauw naar rood. En deze kaart is dan blauw. Ja, inderdaad, blauw, uiteraard. Maar deze kaart is natuurlijk ook Schoppenboer. Maar als we nu Schoppenboer opzij leggen, dat is natuurlijk de enige blauwe kaart, want zoals je kan zien, zijn de rest van de kaarten allemaal rood geworden. Maar als ik nu een rode kaart neem, en ik neem onze Schoppenboer, en ik ga met een rode kaart langs de Schoppenboer, dan is ook de Schoppenboer veranderd in een rode kaart. En zoals je kan zien, zit er in het hele kaartspel geen enkele blauwe kaart meer tussen.